2 school, 8 school. Yeah. Goedenavond allemaal, beste mensen thuis. Welkom op deze webinar. Graag hadden we deze bijeenkomst fysiek georganiseerd. Dat stond namelijk al op de planning in dit voorjaar. Corona gooide roet in het eten en dat is dit najaar weer gebeurd. Toch is het fijn dat we op deze manier dichter bij elkaar kunnen zijn en wel de informatie uit kunnen wisselen waarvan wij denken dat u als boer en tuinder die met fauna en faunaschade te maken heeft, ze zeer welkom zult ontvangen. Ik ben ook heel blij dat we hier in het ZLTO-kantoor in Den Bosch een aantal sprekers hebben die deze webinar samen met mij zullen verzorgen. Dat zijn Hans van Beuzekom van LTO Noord, Stan Roelofs en Wilmer Remijnse van Bij 12. Wij zullen deze avond ook in 3 blokken presenteren. En na ieder blok is er gelegenheid om vragen te beantwoorden. En we hopen dan van harte dat u in de publieke chat ook uw vragen zult stellen. Helene Prins is als moderator op de achtergrond aanwezig en zal de vragen bundelen. Na afloop van iedere spreker zullen deze vragen ook beantwoord worden. Mocht uw vraag niet beantwoord worden of een soortgelijke vraag niet beantwoord worden, dan zullen wij ervoor op toezien dat deze vraag alsnog via de mail aan u beantwoord wordt. We wensen u verder een genoeglijke avond en hopen dat u zoveel mogelijk interactief mee zult doen om ons ook te helpen om faunabeleid en faunabeheer beter vorm te geven, met name hier in Brabant. Dit is even de agenda van de avond. De aanleiding is dat we vooral heel veel vragen krijgen van boeren en tuinders over faunaschade, over populatiebeheer, over taxaties. Wij hebben die vragen serieus genomen en gemeend dit webinar te moeten organiseren om u daar antwoorden op te geven, voor zover wij dat kunnen. Daarvoor duiken we wel een stukje de historie in, de stand van zaken momenteel. Hans van Beuzekom zal iets laten zien over een nieuwe mobiele versie van schademelden. En taxatie en schademelden door Bij 12 zal door Stan en Wilmer toegelicht worden. We hopen van harte dat u mee zult discussiëren en vragen zult stellen. En we proberen deze webinar om uiterlijk 9:30 te sluiten. Zoals ik al zei, we krijgen heel veel vragen over faunabeleid, over schade, over eigen risico, behandelbedrag. En het is ook een complexe materie. Als je als boer normaal gesproken met je vee of met je gewassen bezig bent of als tuinder, dan is faunaschade en faunaschade melden iets wat erbij komt, wat niet jouw core business is. En dat is lastig soms. Als we terugkijken, dan is er ook veel veranderd. In eerste instantie was jacht en wildbeheer eigenlijk een rijksaangelegenheid. En we zien dat die in 2002 door de Flora en Faunawet naar de provincies is gedelegeerd. Daardoor is er ook soms veel verschil tussen de provincies onderling. Is het in Brabant net iets anders geregeld als in Gelderland of Zeeland of Limburg. En dat zorgt ook wel voor soms problemen en onbegrijpelijkheden, omdat het over een provinciegrens net anders is geregeld met schadevergoeding of taxatie of wat dan ook. En dat roept ook veel vragen op. Wij verwachten dat faunabeheer, faunabeleid ook in de nieuwe omgevingswet een plek gaat krijgen, maar die is natuurlijk nu nog in ontwikkeling. Dus daar moeten we even op wachten. Maar dit zijn de wetten die eigenlijk het kader vormen voor onze faunabeheer. Dan kun je het eigenlijk verdelen in de verantwoordelijkheden van het Rijk en de verantwoordelijkheden voor de provincie. En als we beginnen bij het Rijk. Het Rijk is eigenlijk verantwoordelijk voor de 5 jachtsoorten. Voor de landelijke vrijstellingen en regels rondom uitvoering van beheer en schadebestrijding. Daarvoor zijn een aantal wetten eigenlijk gecombineerd. De Natuurbeschermingswet, de Flora-Faunawet, de Boswet. Maar eigenlijk is de taak van het Rijk dus best wel behoorlijk beperkt. Logisch, want die taken zijn dus heel bewust gedecentraliseerd naar de provincies toe. Dus die hebben een uitgebreider pakket. En ook wat ons als boeren en tuinders wat meer raakt. Provinciale beleid, die hebben natuurlijk de verordening natuurbescherming. Zij moeten onder andere instemmen, gedeputeerde staten moeten instemmen met de bestuurssamenstelling van de
FBE, de faunabeheereenheid. Zij moeten het takenpakket van de faunabeheereenheid vaststellen. Zij stellen eisen aan het faunabeheerplan. Zij stellen eisen aan de wildbeheereenheden. En zij moeten de vrijstelling opnemen. De nota faunabeheer, daar hangt eigenlijk het faunabeheerplan onder. Die geeft het beleid van de soorten weer. Dus die geeft eigenlijk het kader van waar moet je je aan houden. Hoe kan je populatiebeheer toepassen? Welke stappen moet je van tevoren nemen? En dat is allemaal vrij uitgebreid beschreven in een faunabeheerplan. Dus eigenlijk, heel simpel gezegd, de provincie is verantwoordelijk voor beheer en schadebestrijding. De faunabeheereenheid, ik heb het al een paar keer genoemd. Dat is een grotere groep, die is ook pas eigenlijk uitgebreid met een aantal nieuwe deelnemers. Om een groter maatschappelijk draagvlak te krijgen. Er zitten de terreinbeherende organisaties in, de particuliere grondbezitters, de ZLTO's erin, ik zit er namens ZLTO in, de jagersvereniging, dus de KNJV, Brabantse Milieufederatie, de dierbescherming, nog een jagersvereniging, NOJG en SBNL. Dus een heel divers palet. Het waterschap en de provincie zitten hier beide ook vanuit een adviseursrol bij. En wij komen regelmatig bij elkaar, hebben dan onder andere over het faunabeheerplan. Dat wordt nu iedere 5 jaar geüpdate. En de faunabeheereenheid heeft ook eigenlijk een loketfunctie, 1 loket voor het aanvragen van en het verlenen van ontheffingen. En zij voorzien de provincie meestal gevraagd en soms ongevraagd van advies. De faunabeheereenheid die wordt bemenst door Hilde van Langveld, Jolanda Kroot en Ria Antonus. En deze dames zijn ook altijd makkelijk te benaderen voor eventuele vragen rondom faunabeleid, faunabeheer. Onder de faunabeheereenheid hangen een aantal WBE's, wildbeheereenheden. En wildbeheereenheden is eigenlijk een vereniging van jagers op een bepaald grondgebied. Zij coördineren de tellingen. Zij coördineren de verplichtingen die je vanuit de FBE krijgt. Zij informeren de jagers en zij voeden het faunabeheerplan. Van hen krijgen we ook veel signalen door hoe het gesteld is met de wildstand, teruggang of juist vooruitgang. En dat is een heel belangrijke input voor de FBE, ook om het faunabeheerplan jaarlijks of om de 5 jaar te updaten. Iedere jager die moet lid zijn van een wildbeheereenheid om te moeten jagen. Dat is wel een belangrijke voorwaarde. Dus niet alleen de jachtakte halen. Om actief te bejagen moet je lid zijn van een WBE. Even een plaatje over wildschade. Als we het hebben over wildschade, dan doorlopen we eigenlijk 3 stappen. En die ziet u rechtsboven in beeld. 1 is eigenlijk proberen schade te voorkomen. En de tweede stap is eigenlijk beheer. En dat kan zijn afschot, verjaging, noem maar op. En als laatste is het taxatie, dus even geld uitbetalen. Die volgorde is belangrijk, want niks doen en wachten tot je geld krijgt is natuurlijk niet echt een optie. Die stappen moeten wel doorlopen worden. Maar als je kijkt, dan zie je wel een bepaalde trend in de getaxeerde schade en de uitgekeerde schade. En ik zie dat ik bovenaan een fout wel verbeterd heb, maar hier staat nog de oude versie. Want de bovenste cijfers van 2018, die moeten nog omgedraaid worden. Want we zien een getaxeerde schade van 240.000 euro in 2018 en uitgekeerd van bijna 2 ton. En in 2019 is die 4.700.000 euro en uitgekeerd 325 pak een beet. Dus we zien al een forse toename. Deze cijfers heb ik gehaald uit de fauna schade monitor. Die is voor iedereen inzichtelijk. Voor ganzen heb ik een beetje een telling moeten doen, want dan heb je dus de verschillende ganzen uitgesplitst. Dus het geeft wel een indicatie. De onderste staartjes, die is alleen de getaxeerde waarde. Dus de uitgekeerde schade is natuurlijk iets lager. Maar de getaxeerde schade laat al een behoorlijke toename zien. Van ganzen bijvoorbeeld. Van 93.450 naar 146.000. Van wild zwijn, ook een forse stijging. Reewild was nog niet gereed. De meestachtige, die zit natuurlijk met name in de fruitteelt.
kon ik alleen cijfers vinden van 17 en 18. Dus die heb ik vergeleken. Ook een forse toename. En de dassen met name ook. Dus het is wel zaken die we hier kort bovenop zitten. Ook met het monitoren van de schade. Als we het hebben over wat vindt ZLTO van fauna en van faunabeheer. Nou, dan vindt u hier kort en bondig samengevat. Wij vinden in ieder geval dat er makkelijke en praktische toepasbare regelingen moeten zijn voor het verjagen en bejagen van schadesoorten. Om de schade aan landbouwgewas te voorkomen. Dat is gewoon prioriteit nummer 1. Boeren en tuinders die moeten eigenlijk zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik dienen te maken van bestaande mogelijkheden om faunaschade te voorkomen. Dus het moet niet door allerlei uitvoeringsmaatregelen nog super complex worden. Eigenlijk willen we graag dat beheer van de wildsoorten, die is nu natuurlijk nu behoorlijk lastig en die kunnen behoorlijk grote schade veroorzaken. We willen gewoon dat het eenvoudig en integraal en landelijk geregeld wordt. Daar pleiten wij ook voor. Wat we ook heel belangrijk vinden is dat we hier in Brabant met name nog steeds een behandelbedrag moeten betalen van €300 voordat de schade, de tegemoetkoming van de schade überhaupt in behandeling genomen wordt. Nou, dat vinden wij niet passen bij deze tijd en bij deze toename van schadecijfers. De ontheffingen van schadebestrijding en beheer, die moeten effectief zijn, makkelijk aan te vragen, makkelijk verleend worden. En ja, bij de bestrijding van landbouwschade dient het te gaan om veranderen van dierengedrag. We moeten voorkomen dat bepaalde populaties de hand lopen. Dus wat ook heel belangrijk is, wat we steeds mee willen nemen, is er moet eerst een goede, redelijke populatie zijn. Niet dat het helemaal uit de spuigaten uitloopt. En dat we dan gaan kijken over hoe we de populatie kunnen beheren. Er moet sprake zijn van een redelijke aanvangspopulatie. En die moet niet al uit de pan gerezen zijn. Dit is een staatje, het is puur ter informatie, de schade van alle dieren in alle gewassen in alle provincies over heel Nederland. En we zien daar een toenemende trend door de jaren heen. Voor een groot deel komt die op het konto van de ganzen. Je kan natuurlijk in de faunaschade monitor specifiek uitsplitsen naar gewas, naar diersoort en naar provincie. Maar dit is even een overzicht van hoe het in Nederland ervoor staat. Wij stellen ons wel de vraag, en ik denk een hele terechte vraag, hoeveel schade is er niet geclaimd? Omdat boeren het te complex vinden, omdat ze denken, mijn schade komt niet uit boven het eigen behandelbedrag en het eigen risicobedrag. Dus laat maar zitten. Er is een onderzoek geweest van CLM, een aantal jaren geleden, en die heeft een indicatie dat de werkelijke schade ongeveer 3 tot 4 keer hoger is dan de getaxeerde schade. Dat is lastig voor ons als bestuurders om op het gebied van fauna. Als wij zeggen van dat het, de druk vanuit bepaalde diersoorten, neem de ganzen of de wilde zwijnen, toeneemt, dan krijg je keer op keer de opmerking vanuit de provincie of vanuit bij 12. Van, nou, maar er wordt helemaal niet zoveel schade gemeld, dus het zal wel loslopen. Dus dat is wel een lastige om daar de goede balans in te vinden van welke schade wordt gemeld en hoe kunnen wij het makkelijker maken dat boeren ook de kleine schades melden, ook als ze daar geen tegemoetkoming voor aanvragen. Nu kan altijd de vraag, ik had deze avond ook in kunnen steken van, nou, we gaan bij 12 eens even de oren wassen. Maar het is altijd goed om te kijken wat je zelf kunt doen. Wij zien de meest effectieve gebiedsprocessen rondom de zwijnentafels, rondom de ganzengebieden, die zijn wanneer boeren en jagers elkaar kennen en als zij onderling afspraken maken. Wij kunnen natuurlijk binnen de faunabeheereenheid best afspraken maken met de KNJV en met de NOIG of met de treinbeherende organisaties, maar de uitwerking is echt heel lokaal geregeld. Dus daar is ook echt een oproep naar leden, onze leden, boeren en tuinders en ook naar de jagers, van zorg dat je elkaar kent, kom regelmatig samen, spreek je verwachtingen uit, spreek ook waar je elkaar kunt helpen.
Bijvoorbeeld door gezamenlijk af te rasteren of afgelopen maand heel succesvol tijdens de maïsoogst. Maar maak die afspraken. Die kan ik op bestuurlijk niveau maken, maar de uitvoering ligt echt heel lokaal. Dus daar hebben we echt onze boeren en tuinders nodig. Ik zelf heb opgeroepen en heb dit ook dit jaar in ieder geval gedaan, om de pacht die ik vanuit de jagers krijg voor mijn grond, om die kwijt te schelden. En ik heb heel duidelijk uitgesproken naar mijn jagers, van, ik heb liever dat jullie je best doen om een goede populatiebeheer toe te passen hier. En als er echt overlast veroorzaakt wordt door, in ons geval dan ganzen, dat jullie daar heel alert op zijn. Dan heb ik liever als het geld wat ik van jullie krijg voor die paar hectare die jullie mogen bejagen. En mogelijk is dat een optie om nader samen te komen en betere samenwerking te krijgen. Of misschien investeringen in het gebied te doen. En verder een hele dringende oproep om natuurlijk alle fauna schade te melden. Hoe klein ook. Want het helpt mij als bestuurder om de ontheffingen beter voor elkaar te krijgen, om positie in te nemen richting de provincie, van dat er echt iets moet gebeuren aan de populatie. Dus dat is wel een hele belangrijke die ik jullie graag wil meegeven. Als je nou vraagt wat heeft ZLTO de laatste tijd gedaan? Nou, dus op diverse fronten en het is absoluut niet compleet. We zijn druk bezig samen met de POV, met name op het beheer van de wilde zwijnen. De POV heeft een roadmap AVP opgesteld. Dat is eigenlijk een soort stappenplan hoe zij de risico's van Afrikaanse varkenspest willen verminderen. Er zitten een aantal zaken in. Eén gaat over de biosecurity op de varkensbedrijven. Heel terecht punt. Hoe kunnen varkenshouders hun varkens beter beschermen tegen influx van Afrikaanse varkenspest op hun bedrijf? Onder andere door het ontsmetten van de transportmiddelen, geen vreemd personeel, buitenlands personeel bijvoorbeeld te wijzen op de import van voedingsmiddelen uit besmette landen. Nou, wij zitten dan met name op het stukje wilde zwijnenbeheer en we trekken daarin samen met de POV op richting de provincies om te zorgen dat die populatiebeheer van de wilde zwijnen beter gecoördineerd, effectiever en efficiënter georganiseerd wordt, dat we eindelijk de populatiegroei kunnen remmen. Dat heeft erin geresulteerd dat Noord-Brabant de enige provincie is waar alle wettelijke toegestane middelen eigenlijk inzetbaar zijn voor de zwijnenjacht. Met name door een hele goede lobby ook van de Zwartwildcommissie. Er zaten ook mensen namens ZLTO in die gepleit hebben voor voor goede middelen, efficiënte middelen, efficiënte inzet. En daar heeft de provincie gehoor aan gegeven. En daar zijn we heel blij mee. Want als je als jager op zwijnen moet jagen, maar je moet het met handen op de rug doen, dan is het natuurlijk super lastig. Dus als je alle middelen tot je beschikking hebt, dat is natuurlijk makkelijker te werken. Nou, we hebben folders beschikbaar. Die zijn op te vragen, ook bij ZLTO, voor mensen met buitenlandse werknemers. Die staat Poolse werknemers, maar dat gaat natuurlijk ook voor Roemeense of Hongaarse werknemers. Die zijn voor iedereen op te vragen. Je kunt ze ook op de website downloaden in verschillende talen. En die gaat vooral over de risico's van voedingsmiddelen meenemen van besmette landen. Maar ook voertuigen die van besmette landen naar Nederland komen. Dat is een hele actieve lobby voor ons. En we pleiten ook voor dit soort informatieborden bij grotere parkeerplaatsen langs de snelwegen. Waar veel internationale truckers hun stop hebben. Verder hebben we veel lokaal overleg met de gemeente, met de terreinbeheerde organisatie en met de WBE's. En dat gaat dan vooral in gebieden waar iets speelt rondom ganzen, rondom wilde zwijnen. Zeer recent nog rondom dassen overlast. Je kunt je ook voorstellen rondom bever overlast, dat je met de waterschappen heel intensief lobbyt. Dat doen we op bestuurlijk niveau, provincie breed. Maar dat gebeurt natuurlijk ook heel lokaal door onze ZLTO-afdelingen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Vanuit onze lokale afdelingen hebben we ook een actieve betrokkenheid bij de zwijnentafels en de ganzengebieden. En dat is superbelangrijk, omdat die mensen vaak het gebied kennen. Ze kennen de jagers, ze kennen de terreinbeheerde organisatie, ze weten welke mensen waarvoor verantwoordelijk zijn. En dat is niet iets wat je vanuit een bos kunt organiseren, maar dat is juist heel belangrijk dat vanuit het gebied vormgegeven wordt. Verder zijn we al een aantal jaren bezig om met de lobby op het afschaffen van het behandelbedrag. In 2017, zeg ik uit mijn hoofd,
heb ik namens ZLTO een brief gestuurd naar de provincie met het verzoek om dit behandelbedrag af te schaffen. Wij zien ook duidelijk een afname in het aantal meldingen sinds de invoering van dit behandelbedrag. Het is erg prettig om mee te delen dat het volledige faunabeheerinheidbestuur nu ook achter deze brief staat en we deze brief opnieuw hebben gestuurd aan de nieuwe gedeputeerde namens alle faunabeheerinheidpartners. Er is wel een heel sterk en krachtig signaal. Dus die lobby gaat onverminderd door wat ons betreft. Nou, verder de meest recente lood aan de stam, de wolven. We hebben in het begin al gepleit voor een wolven. Het mocht geen wolvengebiedscommissie heten, want dat was alleen bij een gevestigde wolf, maar wel aan een wolvenoverlegplatform. Met name door de onrust rondom Heusden en ook rondom Leenderheide, waar heel veel zorgen waren van boeren, maar ook van burgers over de vestiging, mogelijke vestiging van een wolf. We hebben het een wolvenoverlegplatform genoemd. Daar zit ZLTO mee in, samen met ook de vakgroep schaaphouderij, maar ook de treinbeheerende organisaties, de gemeentes, echt mensen uit het veld. De wolf in de Strabrechtse Heide is ondertussen gevestigd, zo mogen we het zeggen. Hij is minstens een half jaar in Brabant, dus dan mag je gevestigd heten. We hebben daaronder een klankbordgroep met veehouders, en dan met name betrokken veehouders uit die gebieden. Vooral om input te krijgen van wat kunnen wij nou in de provinciale lobby inbrengen. Wat zijn belangrijke signalen uit het veld? Onder andere de signalen dat het ontzettend veel mankracht kost en tijd dus ook om de flexnetten, de hogere flexnetten te zetten. Ook dat mensen zeggen van nou ik stop maar met mijn kalfjes inscharen, want ik wil niet verantwoordelijk zijn dat wandelaars een verscheurd kalf zien liggen. Angst dat hun natuurbegrazingskudde anders gaat reageren op wandelaars met eventuele honden, omdat ze een wolf gewend zijn en daarvan gestrest raken. Dus die input is heel waardevol voor onze provinciale en landelijke lobby. En dat is ook het voordeel van vanuit ZLTO. We hebben korte lijntjes met LTO Nederland, waarbij andere provincies natuurlijk ook in het wolfoverlegplatform zitten in andere provincies. Dus we kunnen snel schakelen en we kunnen ook landelijk in de politieke arena dit soort signalen afgeven, van dat hier ook wel landelijke standpunten over ingenomen moeten worden. Want alles over de schutting van de provincie kieperen is natuurlijk niet altijd even wenselijk, omdat de provincie, zoals de wolf, zoals heel veel andere diersoorten, zich ook absoluut niet aan provinciegrenzen houdt. De vraag is, zijn we compleet? Nee, nog lang niet. Dat is altijd de vraag van, zijn alle middelen efficiënt en effectief ingezet? Goed om te melden dat we bezig zijn met een faunakalender, waarop staat welke middelen toepasbaar zijn voor welke diersoorten in welke tijd van het jaar. Je kan natuurlijk verschil maken dat een bewegingsjacht misschien op het ene tijdstip van het jaar heel effectief is en op een ander tijdstip in het jaar helemaal niet effectief is, of dat het in één gebied heel effectief is en het andere gebied niet. Nou, dat soort zaken die willen we eigenlijk een beetje uitkristalliseren, dat het voor jagers, maar zeker ook voor boeren en tuinders duidelijk is. Oké, waar moeten we aan denken? Wat zijn voorbereidende stappen die wij kunnen nemen? Zien we zaken over het hoofd? Zien we middelen over het hoofd? Dus dat soort vragen die hopen we daarmee met die faunakalender te beantwoorden. Dus die wordt binnenkort opgeleverd. Nou, de vraag is ook, heeft de jager alle beschikbare middelen ter beschikking? Het is natuurlijk best een kapitaalsintensieve hobby als je alle apparatuur zelf aan wilt schaffen. Er is ook mogelijkheid om bijvoorbeeld nachtzichtapparatuur te lenen bij de faunabeheerinheid. Wijs jouw jager erop als je eraan twijfelt of hij alle middelen zelf heeft. Je kunt ook je jager vragen, worden de machtigingen doorgeschreven of moet het altijd per se Jantje zijn die op jouw percelen mag schieten? Of wil Jantje die machtiging ook wel delen met Pietje bijvoorbeeld? Zodat ze heel effectief eigenlijk week rond die jacht- en populatiebeheer kunnen toepassen. De vraag is ook van, is er voldoende kennis en ervaring aanwezig? De faunabeheerinheid probeert ook steeds om de kennis te updaten bij de jagers, zeker bij de zwartwildcoördinatoren, om continu ook mensen van nieuwe regels en nieuwe ervaringen op de hoogte te brengen.
Er is vorig jaar bijvoorbeeld een protocol opgesteld van hoe zwijnen af te schieten tijdens de maïsoogst. Nou, we proberen dat soort zaken vanuit de faunabeheerenheid steeds te verbeteren. Dat er gewoon goed, effectief, maar ook veilig bejaagd kan worden. Je kan ook denken aan een afstemming vooraf over de inrichting van het veld. Heel recent hebben we gezien met het hakselen van de maïs dat je met je loonwerker afspraken maakt. Hoe gaan we de maïs hakselen? Zodat jagers voldoende ruimte hebben om afschot te plegen op eventueel wilde zwijnen. Maar je kunt ook andere inrichting van het veld bedenken. Dat je zegt, nou, misschien moeten we eerst een strook met wat lagere gewassen en daarna pas de maïs. Ga het gesprek aan, zodat je samen tot een goede afstemming komt. Je kunt ook toetsen bij je jager of jagerscombinatie van, is het een idee om de pachtvergoeding die je krijgt op, voor de jacht, dat je die in een fonds stopt, waarbij boeren en jagers dus uit kunnen putten om het gebied beter bejaagbaar te maken of de populatie beter te beheren. Inzicht in welke jachtmethodes het beste passen. Nou, we hopen dat die faunakalender daar antwoorden op geeft. Wat we ook nog op willen roepen is dat wij hebben het afschot natuurlijk wel inzichtelijk, het aantal aanrijdingen ook. Maar we willen het juist het liefste zo'n compleet mogelijk beeld van de populatie. En dat kan gaan over reden, kan gaan over dassen, kan gaan over wild zwijnen, kan gaan over ganzen, noem maar op. Dus het helpt ook als u, als boer, tuiner, burger, jager, gewoon ook uw waarnemingen deelt op waarneming.nl. Dan helpt het als wij kunnen laten zien, als daar heel veel meldingen komen van een bepaalde diersoort, een toenemend aantal meldingen, of juist meldingen in een nieuw gebied. Dat helpt ons als LTO om ook de populatiegrootte en de populatieontwikkeling in de gaten te houden. Nou, wat we verder zien is dat er sowieso nog wel extra inzet mag op ganzenbeheer. En dat we ook daar weer achter die lokale samenwerking moeten om die gewoon optima forma in te richten. Dat is natuurlijk een heel belangrijke, zeker ook de toenemende schadecijfers. Ik ben aan het einde van mijn praatje. Hans van Beuzenkom gaat het ook zo overnemen. Maar ik ga even kijken of er al iets is in de chat. Ik zie hier nog geen. Even kijken. Aan. Ik zie geen privéchat. Even kijken. Nee. Ja. Even kijken. Er zijn een hele lijst, zie ik wel. Even kijken van. Even kijken. Als ik het goed heb, is de uitgekeerde schade in euro's van 2018 naar 2019 wel meer, maar in percentage lager. Hoe komt dit en wil men dit om gaan buigen? Daar kan ik zo geen antwoord op geven. Tenminste niet op de percentage lager. Maar daar ga ik wel nazoeken en daar kom ik op terug. Hoe we dit om willen gaan buigen is natuurlijk een. Ja, bij voorkeur een efficiënter populatiebeheer. En met name ook, ik denk dat we ook wel een getroubleerd beeld hebben door het aantal schademeldingen wat echt achterwege blijft. Maar dat kan ik natuurlijk niet hard maken, ik weet het niet. We zien een dalende lijn in de schademeldingen sinds het invoeren van het behandelbedrag hier. Dus ik kom daarop terug van hoe dat komt. Maar dit zou mogelijk al een oplossing daarvoor kunnen zijn. Even kijken. De meeste boeren geven de schade niet meer op. Zeker bij kleine percelen. Omdat je het eigen risico bijna nooit terugkrijgt. En het is te veel werk om schade aan te vragen. Nou, misschien is dit al wel een vraag of een antwoord op de eerste vraag. Ik hoor dat van veel boeren en tuiners terug. Die ervaren het melden van schade als heel complex, tijdrovend. We hebben in het verleden een aantal zitdagen georganiseerd waarbij boeren en tuinders op een bepaald tijdstip
in de regio op een bepaalde locatie konden komen, waarbij ze ondersteuning kregen om een account aan te maken bij de schade SRS, schaderegistratiesysteem. Mogelijk moeten we het in de toekomst weer doen. Als u daar behoefte aan heeft, laat het ons dan zeker weten. Dat kan via de lokale afdeling, maar dat kan ook rechtstreeks via het ZTO-kantoor naar mij of naar Helene Prinsen. Want dan gaan we dat zeker oppakken. Want we willen natuurlijk wel heel graag dat mensen wel de schade melden. Dan nog een vraag. Wij zijn verzekerd dat onze dieren schade aanrichten bij derden. Waarom hebben natuurgrondbezitters deze dieren deze verzekering niet? Die kan natuurlijk moeilijk beantwoorden of ze die verzekering wel of niet hebben. Het is wel zo dat wild natuurlijk geen gehouden diersoort is en daarmee ook niet verantwoordelijk wordt geacht voor schade. Anders als wanneer een dier gehouden is en jouw eigendom is. Dus mocht er nog een ander antwoord vanuit de natuurgrondbezitters komen, dan laten we dat nog weten via de mail. Even kijken. Ik denk dat dit de meeste waren. Dit waren ze even. Ik geef het woord aan Hans van Beuzenkom van LTO Noord. Hij zal eens uitleggen over de mobiele versie om schade te melden. Blijft u vooral uw vragen stellen. Wij nemen ze allemaal mee. We zullen ze zoveel mogelijk beantwoorden. En na afloop van de presentatie van Hans is er ook weer een gelegenheid om Hans enkele vragen te laten beantwoorden. Dus stel ze vooral. Hans, the floor is yours. Ja, goedenavond. Hans van Beuzenkom is de naam. Veehouder, hier niet zo ver vandaan, uit Deil, uit West-Betuwe. Dus ik heb eigenlijk een thuiswedstrijd. Ik ben verantwoordelijk voor flora en fauna in regio Oost van LTO Noord. En regio Oost is Gelderland en Overijssel, dus ik zit vaak in de auto richting het oosten, naar Zwolle of Overijssel of het oosten van Gelderland. Dus dit vind ik op zich wel heerlijk dichtbij. Ik dank Jeanette voor de uitnodiging. Leuk om hier dit vanavond te komen doen. Ik ben zelf sinds vorig jaar februari actief binnen deze portefeuille, binnen deze wereld. Ondertussen achtergekomen dat het een hele complexe wereld is, waar veel zaken door elkaar lopen. Juridische zaken, natuur, zaken, dieren. Best wel heel veel onduidelijk. En een van de zaken waar we eigenlijk tegenaan liepen, of ook mijn bestuurlijk voorganger in LTO Noord, was dat het feit dat de schademeldingen eigenlijk achterbleven. Zoals je net al aangaf in haar presentatie, provincies kijken bij het verlenen van ontheffingen natuurlijk naar schadehistorie. Maar ja, als die schade nooit aangevraagd is, dan is er ook soms ook helemaal geen historie aanwezig. En dat zou dan goed kunnen helpen als je gewoon een databank hebt of een bron waar wij kunnen zeggen van nou kijk, dat is gemeld, daar is gemeld en daar is gemeld. In het verleden was daar een vaste site voor, die is nog steeds, faunaschade.nl, die je net ook in de slide stond bij Jeanette. Mijn bestuurlijk voorganger heeft een paar jaar geleden bedacht van nou, dat moet makkelijker kunnen, eenvoudiger. Hij heeft toen een aanvraag gedaan bij het innovatiefonds van LTO Noord. Dat is een fonds dat elk jaar een beetje zo'n miljoen uitdeelt aan innovatieve projecten. Een aanvraag gedaan en ook verleend gekregen en een app laten bouwen. Ik zeg een app, maar eigenlijk is het geen app. Het is een pagina-koppeling. Daar kom ik zo wel even op terug. Wat daar het voordeel van is. Hier nog even de beweegredenen om zo'n app te maken. Het versimpelen van melden, schade, gewoon deelname vergroten. Zoals net al aangekondigd door Jeanette, er is een onderzoek geweest dat de schades vele malen groter zijn. Ik krijg die signalen ook bij mijn provincies. Even de indicatie, Gelderland heeft alleen al 2,2 miljoen aan ganzenschade. Dus dat gaat over grote bedragen. Nou ja, en als heel veel mensen dat niet aankaarten of de moeite ter een optie eigenlijk om het aan te vragen, en dat is ook door een nieuwe portaal wat straks door in het vervolg van deze presentatie wordt toegelicht, is daar ook een van de redenen voor, hebben we het idee.
Dan laten ze geld liggen. En nou ja, kun je zeggen, nou 100 euro laten liggen is geen probleem, maar dat kan ook zomaar 1000 of 2000 zijn. En reden te meer om dat gewoon in kaart te brengen. Maar ja, als dat bedrag of die schade in het ogen van jou als ondernemer wel chagrijn oplevert, maar je denkt niet dat het heel veel financiën gaat brengen, in de zin van het is niet zo'n grote schade, maar dat kan ook kleine schade met veel chagrijn zijn van bijvoorbeeld een das. Hè. Ik krijg heel veel verhalen van boeren, die open gevroeten plekken in mijn grasland. Ik geloof 5 euro per potje noemen ze dat, per zo'n plekje, tenminste in Gelderland wel. Geen grote bedragen, maar wel een berg met chagrijn. Nou ja, en we zien in het Gelderse dat bijvoorbeeld de ambtenaar op het provinciehuis nog niet in beweging komt om daar iets aan te gaan doen. Wij moeten nog steeds bijvoorbeeld daar ook leges betalen en behandelingskosten voor een eigen risico voor de das. Nou ja, hoe breng je zoiets in kaart? Heel veel signalen van boeren, maar op papier staat eigenlijk niks. Nou ja, daarom deze app. Beter inzicht in de situatie, aanpassingen, vrijstellingen en ontheffingsbeleid in de provincie. Die aanwezigheid van schade, die wordt steeds vaker ter discussie gesteld. Ik ben in het jaar dat ik hier nu rondloop, al een paar keer geconfronteerd met, en dat is laatst ook weer gebeurd door een onderzoek in Friesland. Dat was een onderzoek, dat ging er eigenlijk ergens anders over. Maar de bijvangst van het onderzoek was, of de uitkomst ervan, is dat schades zouden wel eens mee kunnen vallen. Omdat er was een hele snelle hergroei in het voorjaar. Dus misschien valt het allemaal mee en moeten we er anders naar gaan kijken. Nou, de komende winter wordt er ook opnieuw onderzoek naar gedaan. Maar je ziet het gewoon en je hoort het gewoon steeds vaker. Jongens, hoe erg is het nou eigenlijk? En hè, moeten we het eigen risico niet omhoog gooien? Maatschappelijke gewone noodzaak van ook jou als ondernemer. Je hebt er nou eenmaal mee te kampen. Het is natuur, het hoort bij je bedrijf. Nou, al die zaken zorgen ervoor dat wij vinden dat we er een soort tegenwicht, tegenkracht aan moeten bieden aan die geluiden. Ook om gewoon veel meer schades in beeld te krijgen. Nou, dan is een van de technische mogelijkheden van deze app, daar kom ik zo ook op terug, dat je ook je jager een signaal kan geven. Dus ik meld een schade en de jager wordt eigenlijk ook gealarmeerd via zijn e-mail. Nou, ga eens kijken, want dat is er aan de hand. Waar ik zelf ook aan zit te denken is om die app uit te breiden met andere mogelijkheden. Weidevogels bijvoorbeeld. Gigantisch item ieder jaar weer van de predatie onder weidevogels. Heel veel mensen die daar echt heel veel energie in steken en vervolgens zien dat het allemaal wordt opgeknaagd. Maar ja, ook heel lastig om daar weer voor een steenmarter of wat dan ook, of bijvoorbeeld een vos om te lichtbakken s'nachts, om daar iets om ontheffing voor te krijgen. Nou, dit zou er ook in kunnen helpen. Ik ga naar de volgende slide. Dit is de site waar je eigenlijk naartoe moet gaan. Mobiel, of zo heet die eigenlijk, de mobielfaunaschade.nl. Je ziet in deze presentatie, die overigens nog met het oude logo is van LTO Noord, maar dat kregen we zo gauw niet meer veranderd. Daar kwamen we een beetje laat achter van, oh ja, chips, die hebben we pas veranderd. Dat moet nog doorgevoerd worden. Dit is nog het oude logo. Volgens mij komt die straks wel even in beeld bij een filmpje. Hier zie je even de provincies van Oost in beeld. Dit is eigenlijk wat je hier ziet, is het vaste, de site van het vaste, de desktop versie eigenlijk. Je gaat dus achter je computer zitten, zo moest je het altijd in het verleden ook doen. Wou je schade melden, ging je achter je pc zitten, je ging naar die site, je maakte een account aan, dat is eenmalig. En vervolgens kun je in het vervolg schade melden. En zo stond dat dan geregistreerd in het systeem. Nou, hoe gaat het dus in zijn werk bij die mobiele versie van ons? Nogmaals, het is, we noemen het niet echt een app. Hij gaat wel als leven door een app, maar het is eigenlijk een pagina-koppeling. Het voordeel daarvan is dat die altijd live onderhouden kan worden. Bij een app die je installeert, moet je eigenlijk iedere keer weer de boel updaten om weer de nieuwste versie te krijgen. Als je het op deze manier doet, dan kunnen de makers ervan zelf aanpassingen maken. Je moet dan wel even ik kom er zo volgens mij in de volgende slide ook op terug. Je moet even een handig, misschien ben je zelf hartstikke handig. Ik was het zelf ook niet trouwens. En anders een van je kinderen, die moet even een paginakoppeling aanmaken. Zodat je vervolgens met het icoontje op je telefoon, door erop te klikken, dan krijg je zo'n icoontje met zo'n mooie planeetje onder in beeld.
dan moet je even op klikken en dan kom je altijd vast weer op die pagina terecht. Maar dus eerst even heel belangrijk, ga naar die vaste site en maak een inlog aan, in zover dat je nog niet gedaan hebt. Nou, dan ga je naar kies een nieuwe schademelding. Je ziet rechts in beeld eigenlijk een screenshot van wat je dan te zien krijgt. Nou, de gegevens ga je invullen. Ik heb hier een niet zo heel groot beeld en ik heb een leesbrilletje die ik sinds kort nodig heb thuis laten liggen. Dus ik kan het niet zo heel goed zien, maar je moet dus inderdaad diersoort aangeven. En wat andere zaken. Nou, de datum moet je dus natuurlijk aangeven, welke dag doe je de melding. Zet eventueel, nou, wat ik net al even over had, is die melding door te zetten. Dat vind ik op zich wel een mooi ding. Jij ziet daar natuurlijk die dieren lopen, of die koppelganzen. Die ganzen kunnen er vandaag niet zitten en morgen wel. Dus anders zou je weer de jager dan moeten alarmeren. Die jager die rijdt ook niet iedere dag dat veld rond. Dit is wel een mooi systeem om eventueel aan te klikken, waardoor de jager gewoon een mailtje krijgt van let op, die grondgebruiker heeft een schademelding gedaan. Nou, het mooie van dat mobiele systeem eigenlijk is dat je dus met die GPS-locatie op je telefoon eigenlijk, je hoeft dus niet meer achter je PC te gaan zitten kijken waar het was. Je kunt gewoon, de melding komt automatisch in beeld. En sterker nog, je kunt hem zelfs ook nog eventueel iets verplaatsen als je wilt. Maar dat is dus een van de grote voordelen van dat mobiele systeem. Je maakt gewoon gebruik van de GPS-coördinaten van je telefoon. Nou, dan kun je nog een foto kiezen. Je kunt zelfs een fotootje maken inderdaad van de schade om nog eens een keer het echt grafisch mooier toe te lichten van jongens, dit is er aan de hand. Dit heb ik gezien. Nou, je kunt dus een foto maken. Je kunt er eentje uit je bestand maken, uit je bestand halen, je galerij. Nou, die doe je even uploaden. Nou, dat kan eventjes duren, heb ik me laten vertellen, want daar dit screenshotje er even nog tussendoor. Je kunt eventueel meerdere foto's toevoegen. Als je het beter in beeld wil brengen. Misschien heb je wel meerdere kleine schades bij elkaar. Nou, controleer de gegevens zoals je die hebt vastgesteld. He, dus de diersoort, waar het was, welke datum. Op dit moment is het zo dat bij ganzen kun je alleen gans aanklikken. Maar we zitten er nog. Een van de wensen die wij onder tussen hebben is om ook meer een differentiatie aan te brengen tussen bijvoorbeeld, dat zal hier in het Brabantse en Zeeland waarschijnlijk ook veel de grauwe gans zijn, maar in het noorden heb je ook nog de koolgans en de brandgans en allerlei soorten die ook grote schades aanrichten. Ik verwacht dat hier de weinig trekganzen zijn, dus het zal allemaal wel de overzomerende grauwe gans zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook een das zijn of een wildzwijn of wat dan ook. En helemaal wordt het leuk als je natuurlijk ook bij predatie zou kunnen zeggen van nou, wat is het geweest in jouw optiek? Nou, je melding is gedaan. Dit is een overzicht van de meeste recentelijke meldingen. Nou, en hier heb ik nog een screenshotje van mijn faunazaken. En ik moet er nog iets bij vertellen. Toen deze app gebouwd werd, dat zal geweest zijn in 2018 in de zomer, was er nog helemaal geen sprake van mijn faunazaken. Bijtwaalf was toen nog verantwoordelijk ook voor, of verantwoordelijk, de schades kwamen daar ook terecht. En vandaag de dag is het alleen nog maar het bureau voor de tegemoetkomingen. Ze hebben zich teruggetrokken uit het schadedossier, laat ik het zo zeggen. De insteek was ook natuurlijk dat we met deze app ook de melding die we daarop deden, dat we die ook mee konden nemen als we een tegemoetkoming gingen aanvragen. Dus als je dus van mening bent dat je een dermate grote schade hebt, dat je geld ervoor wil terug wil zien. Dat is een beetje teniet gedaan door die wijziging van bij 12. Daardoor is dit en eigenlijk faunaschade.nl de vaste versie en deze mobiele versie puur alleen voor de schades. We hebben wel stille hoop dat er dan misschien nog wel in de toekomst weer een koppeling komt tussen die twee, zodat je weer via dit kanaal de schademeldingen ook door kan
stappen richting een tegemoetkomingsaanvraag via mijn faunazaken. Daar wordt ook wel een beetje druk op gezet vanuit de LTO. Maar dat is nog niet helemaal kannen en kruiken. Ik heb wel goede hoop dat dat goed komt. Maar niettemin, ik hoor nog heel vaak, haast iedere dag, wordt mij de relevantie bevestigd eigenlijk van zo'n schademelding, zo'n app. Of dat nou de mobiele versie is of de vaste versie. De mobiele versie is echt om het jezelf gewoon stukken makkelijker te maken. Dat ding heb je in je zak. Je ziet het gebeuren. Als je de handigheid mee krijgt, heb je het in een paar minuten tijd gebeurd. En je hebt gewoon die schade geregistreerd. Die wordt gewoon ergens allemaal verzameld. En jij bepaalt mede daardoor of dat er een beleidswijziging komt. Heel relevant, want zoals Jeanette ook net al zei, en ik nu herhaal, ik zie het gewoon omheen gebeuren. Zijn er geen gegevens? En dan wordt het gewoon lastig. En een faunawereldje is, ik heb dat in het begin nog niet verteld, maar dat is ook een van de zaken die ik wil zien in het jaartje. Het is gewoon een lastige wereld, maar helemaal omdat je natuurlijk het ongelooflijk lastig is om ergens de vinger achter te leggen over aantallen. We weten niet zo goed hoeveel aantallen dat er zijn. Ik grap altijd maar ellende met die beestjes. Die ganzen vliegen weg en die herten en die zwijnen die we dan in Gelderland in overvloed hebben, die zitten achter een boom. Dus je krijgt ze gewoon heel lastig geteld. Nou ja, dan ben je afhankelijk van andere indicatoren en dat is schademeldingen en uitbetaalde schades. Nou ja, en als je uitbetaalde schades al op dat vlak, als je daar ook al wat laat liggen, maar vooral die hele kleine schades of kleinere schades, die meld je ook niks, dan loop je eigenlijk een beetje door de mist. Dan blijf je een beetje in het ongewisse als agrarische wereld. En dat is een, nou, met dit systeem onder andere kunnen we die mist een beetje opheffen en gewoon heel veel zaken in kaart brengen. Ik klik hem even door wat hier achteraan staat. Nou ja, wat ik net al heb gezegd, het melden van schade, dat doe je dus op die vaste desktopversie, maar nog mooier, die mobiele faunaschade. Die is toegankelijk voor iedereen, dus niks LTO Noord, nee, het is voor LTO Nederland, burger. Maakt niet uit, iedereen, dat ding zweeft gewoon rond op het internet, dus je kunt hem zo downloaden. Die maakt die koppeling en je kunt voortaan melden. En nou ja, waar mijn of de volgende twee sprekers zo meteen over gaan praten, is vooral die tegemoetkoming. Hè? En dat is een wezenlijke wereld van verschil tussen die schades en tegemoetkoming. Nou, dit is er even die screenshot van de site van bij 12. Ik ga natuurlijk niet het gras voor de voeten wegmaaien. Ik heb hier nog even een filmpje waar mijn hele verhaal wat ik net heb gehouden een beetje wordt samengevat. Ik hoef alleen maar, heb ik begrepen, en ik vraag jullie ook thuis, jullie krijgen volgens mij, als jullie zometeen het beeld in beeld krijgen, dat je even het geluid dempen moet uitzetten, want anders dan hoor je niks. Dat is zonde. Dit is een hele mooie animatie die is gemaakt vanuit LTO Noord, dus kijk even en dan laat het nog even op je afkomen.
Oké. Nou, dat was nog even in een notendop mijn verhaal. Ik heb begrepen dat er wel enkele vraag binnenkwam van inderdaad, hoe zit het met die beschikbaarheid? Nou, zoals ik net al aangaf, die is voor iedereen beschikbaar. Het is niet helemaal niet behouden aan LTO Noord. Gewoon voor iedereen, dus ook voor ZLTO, LLTB. Voor iedereen is die te gebruiken. Dus zoek hem gewoon eens op en zet hem op je telefoon. En dan wijst het als het goed is allemaal vanzelf. Ik wens jullie er heel veel succes mee en ik hoop echt dat jullie er ook mee gaan werken. En dat we dus gewoon een flinke databank krijgen van veel kleine schades. Veel kleine schades maken ook een hele grote schade. Dus nou ja, dankjewel voor jullie aandacht. Nog één vraag van jou, Hans. Oké. Eén vraag en die wordt gesteld door een deelnemer aan de webinar en zegt die fauna schade app invullen. Dat kost me zoveel tijd, kan ik niet beter contact onderhouden met mijn jager en de melding doorzet naar bij 12. Ja, de jagers. Nou, de jagers, daar moet je dan een hele goede. Dus ik weet dat er jagers zijn die zelfs zover gaan dat ze zelfs je hele aanvraag voor je invullen voor tegemoetkoming. Maar dat zijn al uitzonderingen. De jagers, wat ik in de landen hoor, kampen zelf ook met een geweldige administratieve druk die ze hebben om het afschot te registreren. Ze hebben daar ook al een eigen app voor ontwikkeld. Je hoort vaak van, kan er niet wat minder met die regeldruk? Een van de redenen dat ze soms liever een vrijstelling willen hebben als een ontheffing. Dan wordt het allemaal iets eenvoudiger. Geloof me, als je dit echt een paar keer gedaan hebt, dit gaat gewoon razendsnel. Je zit bij wijze van spreken op de trekker. Je bent aan het schudden, dat gaat niet zo hard. Of wat dan ook, ik weet niet hoe ze het noemen hier in Brabant, gras omdraaien. Wij noemen dat schudden in de Betuwe. Maar nou, je bent aan het gras uitsnijden, je loopt op de voergang. Je hebt even in de wei gekeken en je ziet dat. Het is razendsnel gedaan. En natuurlijk heb je een jager die jou te willen is. Nou ja, maar die zou bij wijze van spreken ook voor jou die melding kunnen doen. Maar dan kan hij toch hij zal toch met hetzelfde systeem moeten werken. Want bij 12, zoals ik net al zei, gaat niet meer over schades. Bij 12 gaat alleen maar over tegemoetkomingen. Dus die hebben eigenlijk in opdracht van IPO besloten om zich daar niet meer op dat speelveld te begeven. Dat vinden we jammer. Ja, nou, des te meer de noodzaak dat wij als landbouw dat zelf in de hand nemen en houden. Dus ik hoop dat hiermee de vraag beantwoord is. Dankjewel, Hans. Ja, super bedankt. Tijd voor de volgende spreker. De vragen stromen binnen. We proberen ook zoveel mogelijk de vragen meteen al te beantwoorden. Af en toe ook terug te leggen naar de presentatoren. Op zich zijn we er heel blij mee. En we zien dat er ook heel veel leeft onder onze deelnemers aan dit webinar. En dat is alleen maar mooi om te zien dat dit ook goed gevolgd wordt. Ik wil graag Wilmer uitnodigen voor... Wilmer Remijnsen van bij 12. Hij zal samen met Stan Roelofsen dit webinar verder verzorgen. Blijft u gerust uw vragen stellen. Wij zitten achter de schermen druk alle vragen te bundelen. We proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. En voor nu even graag uw aandacht voor Wilmer Remijnsen. Beltje naar rechts is... Goedenavond. Zoals aangekondigd, ik ben Wilmer Remijnsen, consulent faunazaken voor bij 12 voor de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Ik dank u hartelijk voor de uitnodiging en wij hopen u vanavond iets bij te brengen over de tegemoetkomingsaanvraag van de faunaschade. Waar willen we het vanavond even met u over hebben? Dat is de organisatie van bij 12 faunazaken. De meest recente ontwikkelingen. Mijn faunazaken zal straks verder verzorgd worden door mijn collega Stan Roelofs. En daarnaast gaan we dan nog even iets verder in op de faunaschade aan zich. En ook een hot item in Brabant, onder andere de wolf. Het faunabeheer in Nederland, er is hier en daar al wat gras voor mijn voeten weggemaaid, dus er zullen best dingen dubbel gaan.
Zoals je net ook al aangaf, de wet natuurbescherming is door het ministerie van LNV ingekleed, opgetuigd. Maar doordat er al heel veel gedecentraliseerd was, ligt er heel veel verantwoordelijkheid bij de provincie, die daarop een eigen beleid uitvoert, zodat er eigenlijk zeg maar in Nederland 12 verschillende regels zijn met betrekking tot ganzen, wilde zwijnen, dassen, maar ook met betrekking tot aanvragen, de leges. Daarnaast hebben we de faunabeheringen voor de uitvoering. Daar kunnen machtigingen, ontheffingen worden verkregen. Hier in Brabant is het zo, zoals al eerder gezegd, dat het een eenloketfunctie is. Dus alle aanvragen voor een ontheffing, machtiging, dienen via de faunabeheereenheid te gaan. Soms liggen ze zo op de plank en als je een aanvraag doet, heb je ze dan per omgaan, dan kan je ze terugkrijgen. Op het moment dat er geen deugdelijke onderbouwing is voor een diersoort en niet genoeg schade verleden is, zal de aanvraag doorgezet worden naar de provincie en die dan zal daar dan een besluit over nemen. Bij 12 is een uitvoeringsorganisatie en die verzorgt dan weer de tegemoetkomingen op het moment dat u schade heeft. De taken van bij 12, dat zijn dan het verlenen van de tegemoetkomingen in faunaschade, uitvoeren van ganzenregelingen, automatische taxaties. Dat is hoofdzakelijk voor de ganzenprovincies zoals onder andere Friesland. Het verzorgen van de dassengedoogovereenkomsten. Voorlichting naar grondgebruikers zoals vanavond. De helpdesk met betrekking tot onder andere mijn faunazaken. Een stuk advisering aan provincie- en faunabeheereenheden. Onderzoek en de wolf. Dan de meest recente ontwikkelingen. Dat is uiteraard mijn faunazaken. De wolf in Noord-Brabant, zoals al eerder aangekondigd, dat hij zich zo goed als gevestigd heeft in het Brabantse. En daarnaast is er een nieuwe aanbesteding geweest met betrekking tot taxaties. Daar zijn nu twee nieuwe taxatiebureaus actief. In Noord-Brabant is dat voor de mais, overigens voor heel Nederland, van Ameide dingen. En alle overige taxaties, zoals het grasland en andere akkerbouwgewassen en onder andere de landbouwhuisdieren, die worden verzorgd en gedaan door Wieberg taxaties. Als ik nu schade heb, wat dan nu? Dan denken de meeste mensen misschien gelijk aan een tegemoetkoming. Aan de andere kant hebben we daarnet ook al een plaatje gezien van, probeer het eerst te voorkomen alvorens dat die tegemoetkoming gelijk om de hoek komt. Dus wat moet je dus eerst doen? Proberen zoveel mogelijk die schade te voorkomen, dan wel te beperken door het aanwenden van preventieve middelen. Dat zal natuurlijk niet altijd lukken. Daarnaast is het dan in sommige gevallen mogelijk dat de beesten bestreden kunnen worden door ondersteunend afschot. En mocht het dan allemaal nog tegenzitten en u bent van mening dat u zoveel schade heeft dat het echt niet meer te doen is, dan kunt u de tegemoetkoming faunaschade aanvragen. En laat daarbij dan wel op dat er een eigen risico van toepassing is per bedrijf per jaar van €250. En mocht het boven de €5.000 komen, wordt het doorgerekend met 5% eigen risico. En daarnaast worden er leges gegeven die in Noord-Brabant voor de meeste diersoorten niet terugbetaald worden. Alleen met uitzondering van de wolf en op het moment dat u in een ganzen rustgebied ligt. Schade melden. Schade melden kan dus op twee manieren. Een hele grote uitleg hebben we net al gekregen dat dat via de app zou kunnen. Dat kost dus in zijn geheel helemaal niets. Om het dan zomaar te zeggen. Schade melden om een tegemoetkomingsaanvraag te doen. Daarvoor zijn dan de leges verschuldigd en dat dient dan te gebeuren
via Mijn Faunazaken. Let op dus dat dit twee aparte zaken zijn en niet dat je denkt dat je je schade hebt gemeld bij fauna schaderegistratie, dat er dan ook automatisch een taxateur komt. Die komt alleen op het moment dat u een aanvraag heeft gedaan via Mijn Faunazaken en daar dus ook leesjes voor betaald hebt. Dan wou ik nu het woord verder geven aan mijn collega Stan Roelofs, die u verder gaat toelichten hoe u zo'n aanvraag bij ons in het systeem zou kunnen doen. Dankjewel, Wilmer. Zoals al enkele keren naar voren gekomen, werkt bij 12 sinds 2019 met een nieuw systeem. En dat is Mijn Faunazaken. En zoals mijn collega Wilmer ook al aangaf, is dit het systeem voor de tegemoetkomingen. En ik zal het systeem vanavond met u eventjes doorlopen, zodat u vast een beeld heeft hoe ziet het systeem eruit en wat zijn allemaal de mogelijkheden. We beginnen eventjes met het inlogscherm wat we hier voor ons zien. En bent u nieuw in het systeem, dan is eigenlijk de eerste stap registratie. Hier kan gekozen worden tussen ik ben eigenaar of ik doe een aanvraag namens iemand anders, oftewel een gemachtigde. Dus zowel u zelf als boer of tuinder kan een aanvraag indienen, of een gemachtigde kan namens u een aanvraag indienen. Dan worden er enkele basisgegevens gevraagd. En de meeste gegevens worden eigenlijk al opgehaald aan de hand van uw KVK-nummer. En dan na registratie, dan heeft u toegang tot het portaal. Dat ziet u hier voor u. En dan gaan we enkele onderdelen van behandelen. De eerste stap is eigenlijk dat u klikt voor de optie perceelgegevens. Dit is namelijk een verschil met FRS-SRS. In SRS bij een schademelding moest u percelen zelf intekenen. En het nieuwe systeem van bij 12 werkt met de percelen van RVO. Dus wat er moet gebeuren, u gaat naar Mijn Perceelgegevens. En dan kiest u voor de optie percelen ophalen bij RVO. Dus alle geregistreerde percelen worden dan opgehaald in het systeem. En dat ziet er dan zo uit. Hier ziet u een voorbeeld van een aantal percelen. Waarbij ook het gewas bij komt te staan. En waar ook meteen bij komt te staan of het eigendom of pacht is. En zoals we hier ook zien in dit voorbeeld, zien we dat in dit geval de graslandpercelen, dat die eigendom zijn. En zien we daar ook meteen een groen vinkje achter staan. Voor in dit geval het maïsperceel zien we dat die gepacht is. En zien we ook een rood kruisje achter staan. Dat betekent dat er nog een actie gedaan moet worden. Namelijk het toevoegen van een pachtcontract. En daar komen we zo meteen op. Ook een optie is om de percelen te bekijken op de kaart. In dit voorbeeld ziet u dan uw percelen hier in het groen liggen. En dan de start van de aanvraag. Dus u heeft de registratie voltooid. U heeft uw percelen opgehaald. En u wilt een aanvraag indienen omdat u een schade heeft aan een bepaald gewas. En dan doen we dat onderaan in het portaal bij de knop Nieuwe aanvraag indienen. En dan starten we eigenlijk de aanvraag. En deze aanvraag komt grotendeels overeen met zoals het in SRS geregeld was. De eerste stap is het selecteren van de schadepercelen op de kaart. Daar klikt u op en dan krijgt u meteen een overzicht met uw percelen. En via de verschillende knoppen linksboven kunt u dan de schadepercelen selecteren. Nadat de schadepercelen geselecteerd zijn, krijgt u een overzicht te zien. Dat zien we hier. En hierin zien we ook dat er bij het eerste perceel gevraagd wordt voor een geldig pachtovereenkomst. Het is even belangrijk om daar aandacht voor te hebben als u een aanvraag indient. Dit betekent dat er nog iets in de perceelsadministratie niet juist staat. Dus dan gaan we even terug naar de perceelgegevens waar we net waren. En waar ik het net over had, dan moet u dus een pachtovereenkomst toevoegen. Tenzij u de percelen particulier pacht, dan kunt u de percelen onder punt 1 particulier gepachte percelen zetten. Daarnaast is ook nog de optie de percelen zetten onder gepacht met beperkingen. Maar deze percelen komen dan niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dus in de meeste gevallen bij pachtpercelen moet er een pachtovereenkomst toegevoegd worden. En dat kan bij de derde optie.
Hier zien we de optie pachtovereenkomst toevoegen. Pachtovereenkomst kan toegevoegd worden, ook met de omschrijving en de geldigheid. En als het eenmaal is toegevoegd, dan kunnen ook de betreffende percelen erbij aangevinkt worden. Het voordeel hiervan is dat er, stel je hebt een pachtcontract van 6 jaar, dat het pachtcontract in 1 keer erin staat en in 1 keer voor die 6 jaar goedgekeurd kan worden. Dus heeft u dan schade op die pachtpercelen in de komende tijd, dan hoeft u dit slechts eenmalig in te dienen qua pachtadministratie. Dan weer even terug naar de aanvraag. Nou, zoals ik al eerder zei, de meeste vragen zijn vergelijkbaar met SRS, als u daar al eerder een schade tegemoetkomingsaanvraag in heeft gedaan. Zo moet er even ingevuld worden wat de datum constatering schade is. En deze datum die moet kort op de meldingsdatum liggen. En dit is omdat anders de schade niet meer goed te taxeren is. Dus ook daar aandacht voor. Heeft u schade, wacht niet te lang met de starten van een tegemoetkomingsaanvraag. Daarnaast moet het de betreffende gewas en betreffende gewassoort opgegeven worden. En of er sprake is van biologische teelt. Nadat het gewas is opgegeven, kunnen de betreffende schadeveroorzakende diersoorten geselecteerd worden waarvan u denkt dat die de schade hebben veroorzaakt. De taxateur zal later samen met u dan ook kijken hoe dat die schade is, verdeling van de schade is ten opzichte van de diersoorten. Dan het punt voorkomen. Zoals mijn collega ook al eerder aangaf, in eerste instantie is het altijd eerst voorkomen, bestrijden en dan betalen. Dus ook hier wordt er gevraagd naar wat heeft u al gedaan om de schade te voorkomen. Hier zitten ook enkele eisen aan, afhankelijk van het gewas en van de specifieke diersoort. Wat er moet gebeuren voor om op te geven om de schade te voorkomen, willen we in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Dan de bestrijding. Hier kunt u aangeven dat er een ontheffing of vrijstelling is voor de betreffende diersoort. En of dat u de jager heeft geïnformeerd over de schade. Dit is namelijk van belang, omdat voor de meeste diersoorten er gecontroleerd wordt op, zoals we dat noemen, het adequaat gebruik. Of er wel voldoende bejaagacties hebben plaatsgevonden. Dit zal later nog verder toegelicht worden door mijn collega. Daarnaast kan er nog informatie opgegeven worden over het taxeren, dus de informatie die van belang is voor het taxatiebureau. En dan heeft u uw aanvraag ingediend en staat die dan ook onderin onder mijn aanvragen. Dit was even heel kort het nieuwe systeem toegelicht. Ik kan begrijpen dat dit natuurlijk in 1 keer niet helemaal 100% helder is, hoe dat u nu die aanvraag in 1 keer in kan dienen. Op onze website staan meerdere handige infofilmpjes over het aanvragen van de tegemoetkoming. En daarnaast zijn er ook handleidingen beschikbaar. En mochten we niet uitkomen tijdens een tegemoetkomingsaanvraag, zou ik zeggen, neem dan even contact op met de helpdesk of stuur even een mailtje. Dan kunnen we even helpen om te kijken waar het precies fout gaat. Dan geef ik nu het woord weer aan Wilmer. Ja, dankjewel Stan voor deze heldere uiteenzetting. Dan is het nu eindelijk gelukt om een tegemoetkomingsaanvraag aan te vragen. En dan komt de taxateur op bezoek. De taxateur die neemt de schade op, die bespreekt dat ook met u. En hij dient dat eigenlijk ook zo kort mogelijk voor de oogst te doen. Dat kan dus zijn dat het in 1 keer afgerond wordt op het moment dat de schade kort voor de oogst ontstaat. Maar het kan ook zijn dat de schade al ontstaat na het zaaien, of zeg maar in de winter wanneer het voor eerst sneden gras is. En dan wordt de schade dus gevolgd door de taxateur. En zo kort mogelijk voor de oogst dient hij dus het af te taxeren. Op het moment dat hij die eindtaxatie dan ook gedaan heeft, volgt er automatisch een bevestiging van deze taxatie in uw portaal, waar alle gegevens dan verder weer in komen te staan.
Dit plaatje hebben we al eerder gezien. Ik had het er net ook al even over van, ja, op het moment dat schade dreigt te ontstaan, dan wordt het eerst getracht zoveel mogelijk te voorkomen door het aanwenden van preventieve middelen. Op het moment dat die niet werken, is er de mogelijkheid voor veel diersoorten door middel van een machtiging of een ontheffing om over te gaan van bestrijding van deze diersoorten. En mocht dat dan allemaal nog geen baat hebben, dan kan uiteindelijk die tegemoetkomingsaanvraag gedaan worden. En dus kan de schade betaald worden. Daarbij is het dus belangrijk dat er adequaat gebruik gemaakt wordt van die verleende ontheffingen en machtigingen. Daar wordt dus gekeken of er dus gemiddeld minimaal 2 keer in de week verspreid over de percelen getracht wordt om afschot te realiseren. Dit heeft dus betrekking van de constatering van de schade tot de eindtaxaties. De meldingen die dienen te geschieden in het fauna-registratiesysteem. En daarnaast zijn er natuurlijk uitzonderingen voor diersoorten waar geen machtiging of ontheffing voor wordt verleend. Zoals bijvoorbeeld een das. Dan met de komst van de wolf en die zich dan ook zo goed als gevestigd lijkt te hebben in het Brabantse, is ook inmiddels bij de provincie dat men daar kan aanmelden om bescherming te treffen tegen aanvallen van de wolf door onder andere netten te plaatsen. Mocht die wolf dus toch een vermoedelijke aanval doen op uw landbouwhuisdieren en u neemt dat waar, dan kunt u contact opnemen met de bij 12 telefoonnummer wat daar staat. Ook in het weekend. Het is belangrijk wanneer schade ontstaat door de wolf, dat DNA-afname gebeurt binnen 24 uur. Waar moet je dus op letten? Wat vooral belangrijk is, de keelbeet, hoe dat eruit ziet. Daarnaast is het zo dat wolven dus hoofdzakelijk vleeseters zijn. En de darmen en de ingewanden van de landbouwhuisdieren aan de kant schuiven en daar niet van eten. Om een goed DNA af te kunnen nemen is het dus belangrijk dat er dus bij wijze van spreken geen honden bijkomen of andere dieren. Alles dient dingen en als het enigszins kan, laat de getroffen beesten dus ook op de plaats liggen van delict, zodat de taxateur die de DNA-afname komt doen een zo goed mogelijk beeld krijgt en dat er zo weinig mogelijk vervuiling optreedt. Dan nog wat over de schadecijfers. Hier zien we de schadecijfers landelijk. De top 10 als het ware. Voor heel Nederland is de grauwe gans dus de grootste veroorzaker met een dikke 20 miljoen euro aan schade en dan hoofdzakelijk aan blijvend grasland. We zien daarvan eigenlijk ook dat kern in Friesland en Noord-Holland ligt. En hoe verder naar het zuiden, dat de bedragen kleiner worden. Wat heeft dat dan te betekenen voor Noord-Brabant? Dan zien we toch iets heel anders eigenlijk. Er komt de grauwe gans op plaats nummer 2. En het wild zwijn is hier de grootste veroorzaker van wildschade. En die doet dat dan ook nog eens een keer hoofdzakelijk weliswaar aan blijvend grasland. Maar mais komt toch op een hele grote tweede plaats. Dit is dus iets anders als dus in de rest van Nederland. En dat is dus eigenlijk zo voor de buurprovincie Limburg is dat ongeveer gelijk. Ik weet niet of er eventueel ook nog zeeuwen bij zitten. En zeeuwen zien we dus in Zeeland. Zien we dus inderdaad geen
wilde zwijnen en dassen. En neemt de hoofdveroorzaker van de schade, de grauwe gans, weer aan. Alleen zien we daar dat de hoofdzaak ontstaat aan wintergraan en niet aan blijvend grasland. Oké, dat was het voor zover. Ik weet niet of er nog hele belangrijke, dringende vragen zijn, maar ik verwacht ze vast. Nou, we staan een beetje coronaproef rondom de laptop. Dus niet iedereen is in beeld. Ik zal de vragen voorlezen, want er zijn best wel wat vragen binnengekomen. Eén daarvan is onder andere, bij het begin beginnen. Ik heb schade in de mais, maar ik kan of durf het perceel pas op als de mais eraf is gehaald. En dan is ook pas goed zichtbaar dat de schade door dassen of zwijnen veroorzaakt is. Kan ik de schade na het maishaksel nog melden? De beschadigde mais ligt dan nog plat en is goed zichtbaar. Die is dus niet gehakseld, maar ligt nog op het veld. Kan dat? Nee, alle gewassen die getaxeerd dienen te worden, die dienen nog ten velde te staan. Op het moment dat er geoogst is, kan er niet meer getaxeerd worden. En dat is dus ook zo in het geval van mais. Je zou dus wel kunnen denken van, je kan de plekken beter zien en de mais ligt er nog deels. Dat is deels ook zo, maar deels worden toch vooral door die draaiende bekken wordt meegenomen. En een gedeelte is dan toch niet meer goed te zien. En daarnaast heb je dus geen indruk meer van hoe het perceel ervoor gestaan heeft op het moment dat het gewas er nog stond. Ook met betrekking tot de diersoorten is dan minder goed herkenbaar wie de schade veroorzaakt heeft, of het een das is geweest of het wildzwijn. Oké. Als je gemachtigd bent van meerdere grondeigenaren, hoe kun je dan de gegevens inladen van de verschillende boeren bij de RVO-aanvraag percelen? Goeie vraag. Het is zo dat de grondgebruiker eerst altijd zelf een account moet aanmaken in mijn faunazaken. En dat de grondgebruiker zelf zijn percelen ophaalt in het nieuwe systeem. Daarna kan de koppeling gemaakt worden met gemachtigden. Dus zodra degene die de grondgebruiker, de boer die zelf schade heeft, die moet eerst zelf zijn account aanmaken. En die kan daarna een gemachtigde inschakelen om de aanvragen in de toekomst in te dienen. Maar de grondgebruiker moet altijd in eerste instantie zelf een account aanmaken. Die kan dan de koppeling maken met de gemachtigde. Oké. Hoeveel werkdagen moeten er zitten tussen het melden van de schade en het aanvragen van de tegemoetkoming? Daar staan in principe 7 werkdagen voor. Op het moment dat de schade zich voorzet, Kan dat natuurlijk zo zijn dat je dat iets later ziet. Maar binnen 7 werkdagen dient men dus die aanvraag tegemoetkoming fauna schade in te dienen op het moment dat men van mening is dat men belangrijke schade heeft. Oké. Ik heb veel schade door de das in grasland, eigenlijk heel het jaar door. Veel kuiltjes. Het is nog onmogelijk om ieder kuiltje apart te melden. Wel, cumulatief zal het natuurlijk best heel veel schade geven, maar Het is dus zo dat de taxateur, wanneer u denkt dat u toch belangrijke schade ondervindt van die das, die taxateur die dient dat te volgen. Op het moment van graslandschade is dat zo dat een schade getaxeerd wordt tot de eerste snede. Dan is het einddatum. En vervolgens heb je dan de schade in de zogenoemde zomersnedes. En die loopt dus door tot 1 oktober. Dus vanaf dat de eerste snede is gemaaid tot 1 oktober zou je dan weer schade kunnen melden van de das aan grasland. Ik kan er nog iets aan toevoegen. Ja, ik zie heel veel vragen over de das voorbij komen, dus dat leeft ook hier heel erg. Op dit moment jullie zijn misschien bekend met het feit dat er dassenovereenkomsten zijn. Ik weet eigenlijk niet zo net of die ook in Brabant waren, dassenovereenkomsten. Ze waren in Brabant.
Die zijn nog steeds in Brabant. Die zijn nog steeds in Brabant. Maar ze, worden, ze worden, lopen af. Ja, ja, ze lopen, de DAS-overeenkomsten lopen af. Die worden op dit moment geëvalueerd door bij 12 volgens mij. Hè, in opdracht van IPO. Vooral door de provincies. Ja. Die gaan verder met het beleid. En ik heb ook begrepen dat het nog helemaal niet zeker is dat ze terugkomen. Omdat er volgens mij ook verschillen werden geconstateerd in schades en dergelijke. Het is een beetje dubbel. Ik hoor enerzijds boeren zeggen van nou, ik breek me net zo lief open die DAS-overeenkomst. Want de schades lopen zo uit de hand. Ik kom er niet meer mee weg met die bedragen die we destijds afgesproken hebben. Maar ik hoor ook hier wederom al die vele kleine schades en die administratieve druk eromheen, die zou je prima natuurlijk op kunnen vangen met een DAS-overeenkomst, zodat je er 5 jaar mee klaar bent. Dus ik weet niet hoe de lobby is of de mening van de ZLTO, maar LTO, volgens mij zijn de beleidsmakers gaan ook samen op, volgens mij, in het, bij de DAS. En volgens mij is die lobby nog wel opgericht om ook de DAS-overeenkomst terug te laten komen, zodat je in ieder geval wat te kiezen hebt. Ja, de boeren de keuze mogelijkheid hebben. Ja, precies. Nou, oké, dankjewel voor de aanvulling. Dat vraagt nog, eerst nog even een andere vraag. Wat houdt het in dat je bij pacht met beperkingen niet in aanmerking komt voor schadevergoeding? Bij pacht met beperking gaat het vooral om grasland. En er wordt eigenlijk gekeken dat de landbouwkundige beperkingen in de pacht zitten. Het gaat eigenlijk om dat er voor gronden waar geen normaal landbouwkundig gebruik, geen normaal agrarisch gebruik gevoerd kan worden, dat die gronden niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in een faunaschade. Dus vandaar dat we ook vragen om bij pachtpercelen die pachtcontracten te koppelen aan uw aanvraag. Oké, nog een vraag. Kun je ook een tegemoetkoming krijgen voor preventieve maatregelen? Nee, een tegemoetkoming voor preventieve maatregelen is niet mogelijk. Een tegemoetkoming is alleen mogelijk voor landbouwschade of schade aan landbouwhuisdieren. Dus tegemoetkomingen voor ingezette preventieve maatregelen of de arbeid of kosten daarvan, die zijn niet mogelijk. Mogelijk is de wolf hier op een uitzondering? De wolf is hier op een uitzondering. Echter komt dat dus vanuit de provincie, ja. Dus vanuit de provinciepot. Ik weet niet in hoeverre dat bewijzen spreken hier ook deels door de FWE opgevangen wordt, omdat dat in Limburg bijvoorbeeld wel zo is. Maar dat weet je veel beter als ik. Hier loopt het via de provincie. Hier loopt dus alles via de provincie. Ja. Dan een vraag. En de vraag is, zijn deze cijfers ergens te zien? Die dus gedeeld zijn, maar ook een vervolgvraag. Kan deze presentatie gedeeld worden? Ja, daar hebben wij geen probleem mee. In principe is deze webinar natuurlijk ook terug te kijken voor de mensen die zich aangemeld hebben. Daarin staan de cijfers ook. Dus het lijkt me een hele goede samenvatting ook van deze avond. Ik kijk even nog een opmerking van als je de schade van de DAS tot de eerste snede en daarna vanaf de eerste snede tot oktober, dat betekent dat je 2 keer moet melden, maar ook 2 keer kosten hebt voor leesjeskosten. Dus dan wordt het hier in Brabant wel heel duur van, een opmerking. We hebben ondertussen ook wel heel veel vragen binnengekregen over bijvoorbeeld afzet van vlees. Die hier minder relevant zijn voor dit gremium, maar natuurlijk wel super relevant zijn. Nou, ik kan er iets over zeggen. Nou ja, ja. Hans kan er iets over zeggen. Dus, ja. Nou, ik zag de vraag net ook voorbij komen. Dat vind ik een hele leuke, want ik zit in het Gelderland hebben we het GAK. Dat is het ganzen afstemmingskader. En dat is eigenlijk een club die alleen maar praat over ganzen. En de FBE adviseert op dat gebied. En een van de zaken die telkens weer terugkomen is die afzet van ganzen. We zien dat er heel veel jagers zijn die, als ze in gebieden opereren die druk bevolkt worden door ganzen, dat ze soms gewoon geen raad meer weten met die karkassen wat ze ermee aan moeten. Op een gegeven moment zeggen die familieleden ook van nou, het is wel goed geweest. Een negatieve bijzaak daarin is dat die af en toe wel eens krantenberichten voorbij zien komen van karkassen die aangetroffen worden in het veld. Ik heb hem zelfs laten bijpraten onlangs dat als je een karkas maar ongered laat, dat je hem achter mag laten in het veld, maar zodra je de borsten eruit snijdt, dan mag dat niet meer. In Gelderland hebben we er ook mee te maken dat je gewoon op
op sommige dagen, op zaterdagen in het seizoen. En dat is vooral op de stoppel in de zomer, wanneer die gans eigenlijk makkelijker te bejagen is. Dat je dan gewoon veel vlees hebt, of veel ganzenkarkassen. Er zijn zogenaamde ganzendagen georganiseerd, ook vanuit de FBJ, waar wij poeliers die beesten komen halen. Maar er zijn niet veel bedrijven die daar echt in gespecialiseerd zijn. Dat zijn er maar enkele. En voor de rest denken we ook toch... ja, we gaan in Gelderland zover dat we nou naast te denken om zelf koelplaatsen te maken. Een paar plekken in de provincie om die ganzen inderdaad langer te kunnen bewaren. Zodat je meer tijd hebt om ze te verwerken. Maar het is inderdaad een probleem. We zien het, we horen het steeds vaker. We denken ook dat het zelfs belemmert om inderdaad op de gans te gaan zitten als jager zijnde. Want je wilt aan het eind van de dag zit je toch met die beesten wat je zullen moet laten. Dus het is inderdaad een probleem wat ik ook regelmatig terugkrijg. Dus je moet echt, goed voor over nadenken hoe dat je dat gezamenlijk oppikt. En desnoods met een poelier erbij of een lokale poelier om gewoon afzet beter te regelen. Even nog eens aanvullen, er is ook een stichting Keurmerk Echt Wild met ook een eigen website. Daarop kan je zien op welke plaatsen echt wild en vlees van echt wild te verkrijgen is. En mogelijk biedt dat ook perspectieven voor jagers om hiermee in samenwerking aan te gaan. Om het vlees inderdaad wat geschoten wordt van of het wilde zwijn of de gans beter aan de man te brengen. Ik werp even een laatste blik op de vragen. En dan denk ik dat we er eigenlijk door zijn. Vanaf deze plaats wil ik u als kijker heel erg bedanken voor uw vasthoudendheid om tot inderdaad 3 minuten voor 9:30 dit webinar te blijven volgen. Ik wil vanaf deze plaats ook mijn collega-presentatoren van harte bedanken voor hun inbreng. Nogmaals, mocht u vragen hebben, neem contact op met uw lokale afdeling of met de faunabeheereenheid of met de ZLTO Den Bosch. We helpen u graag verder. We hebben niet alle wijsheid in pacht, maar we willen wel samen met u en voor u werken aan een goed en praktisch toepasbaar faunabeheer. Dank u vriendelijk en slaap lekker zometeen. Do.